Nou nee, dankjewel. Dansen, dat gaat me zo goed af. Nee, dans niet. Dans met mij. Nee, hij vraagt iedere keer die lul. Zo. Ja, hij is gestopt met dansen volgens mij. Denk je? Ja, volgens mij heeft hij overdosis. Wie? Oh, hij? Van de Butterfly. Ja, hij zat op overdosis. Van de Butterfly. Celebrity rehab. Hij zat op vak G. Hey, wie is dat dan? Weet jij dat? Ja, dat weet ik niet. Hij heet Butterfly. Ja, denk het. Vlinder. Crazy Town. Ja. Ah, er zit nu een andere Crazy Town dan denk ik. Ja, Fladeris. Nakpraat, Grabbelton Nieuws. Goed, we gaan het programma van de jeugd doornemen. De onder Eerlers speelt op de hertgang tegen PSV. PSV Eindhoven, de gekste jongen. Hier zeg. De onder 12 speelt ook tegen PSV. Die kunnen samen in één bus, zou je zeggen. Zou ze dat ook, doen? Ook op de hertgang. Ja. De onder 13 met Broerswit. Jawel, want daar zit hij in, hè. Speelt tegen Alphonse de Bosch op Hexenbiel. Ja. Hij blijft volhouden, hè. Ja. De onder 14 speelt tegen Excelsior op Hexenbiel. Dat komt goed. Ja, 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 mooi, hoor. De onder 15 speelt in de Vliert bij Den Bosch. Kijk, ja. Sportperk, de Vliert. Ja, ik zie het. Een park is dat toch? De dat onder, kan een perk zijn. Ja, sportpark. Okay. Den Bosch best, geloof ik. De onder 17 speelt in het belachelijke, tegen het belachelijke Almere City. Want dat sportpark heet Van die Blanke Schoen. Wat heeft daar helemaal niks mee te maken. Moet even de groetjes aan Perry Hendricks. Echt? Dat, die naam heeft echt helemaal niets te maken met het stadion. Nee, maar goed. Nee. Dus wie het daar verzonnen heeft, die kan me gaan slapen. Misschien een klein kind van Fanny of zo. Ja, weet ik ook niet. Ik snap die link niet. Maar nee, ik ook niet. Onder 19... Ik vind die Fanny. Nee. De onder 19... Ga het nog, Marcel. Ja. Zal ik hem even overnemen, ja, anders? Doe maar. Waar zijn we dan? Onder 19, die speelt in Hexenwiel om 2:30. Welke dag trouwens, weet ik niet. Tegen ADO Den Haag. ADO. En dan hebben we nog de ADO. En dan hebben we nog de Jong NAC, de reserves, heet dus ook wel. Die tegen VVV Venlo, de Venloze Vlaaien Club, moeten spelen op maandag. Dat is voetbalvereniging... De Venloze voetbalvereniging Venlo. Oh, dat was het, ja. Daar komt twee keer Venlo in. Dat klopt niet, hè? Dat vind ik niet leuk. Nee, dat is heel erg. Het is eigenlijk VV Venlo, maar het is VVV. Dus VVV's voetbalclub Venlo. De Venloze voetbalvereniging Venlo. Ja, die is interessant. Venlo. En die spelen maandag 30 september op de Hexenwiel. Is leuk. Aha. Ja, dat waren de jeugdwedstrijden. Daar zijn we dan weer doorheen. Ben je bijgekomen, Marcel? Dan gaan we naar de volgende. Nakpraat, Grabbelton Nieuws. Die mag jij doen, hè? Want er zijn een paar moeilijke namen. Ja, het is weer zo weg. Kwamen? De namen fetischist Leon. Dat is een N vergeten. Wie kwamen dan? Oh, Kwamen Tibiri. Ja. Een Omar Mekkaoui. Ja. En Canon. Rigidio Simons. Javon Simons. Javon. Is dat een zoon van of niet? Nee. Van die. Simons. Die speelt dus bij Paris Saint-Germain. Wie? Sabi Simons. Dat is het zoontje van Rigidio Simons. Echt, die van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Maar dan mag hij wel meedoen. Dus, ja, dat denk ik wel. Met die handen. Ja. Om die vereniging. Die zijn aan het basketballen daar. Hè? Zeg, Leon, hoe heet die Tabiri? Ja, Kwame Tabiri, Omar Mekkaoui en Javon Simons. En die zijn alle... Javon zit bij de NAC onder 15. En die andere twee bij de... Oh nee, die andere ook bij de onder 15. En Kwame Tibiri bij de NAC onder 14. Kwame. Maar, wat is er nou mee? Ik kwam niet... Kwame met Tabiri namelijk. Ja. Goed. Dat is ook wat, hè. Mensen snappen er helemaal niks meer van. Waarom noemen wij die naam op? Omdat ze zijn uitgenodigd voor de selectiewedstrijden van de KNVB. En voor de jongens van onder 14 en onder 15 jaar van de KNVB. En die selectiewedstrijd van onder 14 die vindt plaats op woensdag 2 oktober... op de KNVB Campus in Zeist. Daar mogen ze dus naartoe. En dan gaan ze 4 keer 20 minuten spelen. En dat duel van de onder 15 wordt gespeeld op 1 oktober. Ook daar. En dat is hartstikke spannend voor de jongens. Maar dat is weer een goede pluim in de reet van de jeugdopleiding. Want dan kunnen ze uiteindelijk in een jonge Nederland zelf daar komen of zo. Ja, precies. Dit zijn doorselectiewedstrijden. Mocht je nog een voornaam zoeken. Wow, maar met Kodiri. Hebben we een paar in de aanbieding, hè? Nakpraat, Grabbelton Nieuws. Ja, Van Hekken, die Zeeuw, weet je wel, die heeft ook gescoord. Vanaf de penalty-stip bij Jong NAC. Heeft hij moesten voetballen tegen Eindhoven? Ja, de rat was er ook bij. Verslag. En wat ik wel heb meegekregen, was er zelf niet bij. Maar twee van onze redactieleden waren de vliegende reporters op het rat Twitter. Goed zo. En waar het mee eindigde, was het weer een ouderwets hek hangen. Ja. Natuurlijk, hè? Na het laatste flatsignaal. Ik zag het filmpje weer. Hoe zijn ze in Eindhoven terechtgekomen, Leon? Oh, nee, dat
dat detail dat heb ik niet meegekregen. Ik heb begrepen dat er een fietstocht is geweest. Nou ja, dat is wel. Dat heb ik gelezen. Ja? Met de eerste eindfietscombi. Voor Jonak. Leuk toch? Ja, ja, ik heb hem geworden. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, die ging via Breda naar Maden, want dan zou je eerst naar Maden. Ja, dan ga je eerst door Maden natuurlijk. Even gewoon een normale rijden. Ja, je gaat er niet, via Maden. Niet door Tilburg heen. Nee, dat doe je niet. Oh nee, ze zijn gewoon omgereden. De grote bocht om Tilburg. Ja, naar Waalwijk en zo via de Efteling en dan ook. Ja, ja, zo, ja. Ja, dapper. Ze gaan met de fietsman, geweldig. En naar Bokstel en dan door. Maar 1-3 gewonnen, hè. En dat gaat heel goed met Jong NAC, want na 4 wedstrijden staan ze nou gedeeld eerste. Samen met RKC. 4 wedstrijden, 12 punten. Dus nog steeds kaart ongeslagen. Ja, ze hebben 3 punten meer dan de zusjes. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Ja, is heel belangrijk. Maar komende maandag dus, die thuiswedstrijd. Komende maandagavond op het Sportpark Heksenwiel. Dus wil je ze live zien. Komt maandagavond. Nou, half 7. Sportpark, half 7. Heel goed. Heksenwiel. De volgende maar weer. Ja. NAKPRAAT, Grabbelton nieuws. Angelino, want dan moet je zo zeggen, Samba, die heeft zijn debuut gemaakt voor Manchester City. Tegen Watford. In die wedstrijd hebben ze net gewonnen, zeg. Toch, dat is die wedstrijd. Oh, ja, nipt. Nipt. Dus met 5-0 voor stonden, mocht hij erin komen. Oh, dat was wel ja. José Tassende. Angelino. Hij heet José Tassende. José. Op tv zegt ze heel de tijd Angelina. Ja, maar dat klopt. Ik heb een Frans lesje, dus dat klopt niet. Ja. Hebben jullie zijn vrouw wel eens? Angelino, hè? Nio, met een dingetje erop de N. Dat is ook nog weer, hè? Angelino. Ja? Ja, ik heb wij zeggen Angelino, maar dat klopt niet. Nee, ja, ik heb nou zo'n cursus en dan weet ik hoe je dat uit moet spreken. Oh, ja, Leon wil het ook wel, denk ik. Angelino. José. Angelino. Wat heb je in je mandje? Hij mocht erin met 5-0. Heeft hij nog gescoord? Ja. Nee. Nee? Nou zeg. Nee toch, dat er niet. De grote man was Bernardo Silva. Met 3 goals. Wie is Bernardo Silva? Hé? Bernardo. Bernardo. Hoe was het dan geworden, jongens? Ik ben een beetje in tijd. 9-0? Nee, zoveel niet. Ja, ik denk veel dat was vroeger. 5-0. Ja. Tegen Watford, hè? Was toch de club van Elton John? Ja, dat was die club toch? Ja, die is toch nog van Elton John, of niet? Ja? Ik weet niet, maar daar zat hij vroeger in ieder geval in, onze volkszanger. Ja, die zat er wel meer in. The Rocket Man. Oké, okay, next. Ja, The Rocket Man. NAK praat, Grabbelton nieuws. Wanneer komt er een film van NAK, een nieuwe weer? Want The Rocket Man is een film, maar... Nou, weer een leuke speelfilm voor in de Pathé of zo. Als we weer Eredivisie spelen, dan gaan we weer een filmpje maken. NAK de film. Kikken. Hey, we hebben iemand weggestuurd en die is ook ergens anders nu weer weggestuurd. Ja, Skenderlossi. Chap, chap. Die komt niet aan de bak, hè? Nee. Maar Top Os heb ik... Nee, kan bij Top Os. Ja, Top Os. Top Os, ja. Nou, Den Bos. En wie wil dat trouwens voetballen bij Den Bos, maar goed. Ja. En bij NAK natuurlijk. Ja, ja. Dus die jongen gaat het niet redden waarschijnlijk. En is dat nou puur alleen maar mentaliteit? Want hij heeft het toch vorig jaar niet onaardig gedaan. Ik hoorde een keer hier van een van jullie dat het een beetje een vervelend twantje was. Ja, klopt. Was jij dat inderdaad, Jury? Ja. Dat is net zo vervelend als jij. Ja. Want daar Jury voor de deur straks. Ja. Nee, maar het schijnt een beetje zo'n ventje te zijn van... ik ben de baas. Nou ja, dat is te zien dan, hè. Maar dat blijkt. Ja. Dat heeft veel laten zien. En, maar hij blijft ook wel mee spelen met Jong NAC dan, voor de komende tijd. De wat? Conditie op peil houden. Op amateurbasis, hè? Ja, op amateurbasis. Ja. Aha. Maar we hebben nog een paar andere mensen... Oh, er komt iemand anders op proef. Zullen we die nog doen? Nee, doen we niet. Zo. NAKPRAAT, Grabbelton nieuws. Even kijken. De papieren raad komt weer aan. Belangrijk nieuws. Ja, moet je toch eigenlijk wat meeschrijven. Zet ons aan het werk. Ja, want aanstaande zaterdag is de deadline voor de papieren raad. Ja, heel het weekend zijn we dat dan... Dat is dus 28 september, dat is overmorgen. Ja, is de deadline voor de papieren raad. Dan zit de redactie in een eenzame opsluiting... om weer een heel mooi boekje in elkaar te flansen. Wij gaan in cordon sanitair. Ja, zeker. We gaan even... Cordon ja, zoiets. We gaan even op testbeeld, zeg maar. Hey, over testbeeld. Kunnen wij beter ook doen hier nou, want we zien er weer niet uit op tv. Maar de raadsurfer, hè? We hebben de raadsurfer met een grote heftruck en een Jumbo Jet sized raadsurfer. Ja, een paar stekkers uit die bunker gehaald. IT-nieuws, mensen. Ja, de mensen hebben hem kunnen zien op de open dag met alle toeters en bellen. Maar hij heeft een nieuw plekje gekregen, hij is verhuisd. Goed zo. Hij is nou van Schiphol ergens naar Haarlem gegaan en... staat in de bunker. Ja, hij staat in de volgende bunker. Zwaar beveiligd. Iedereen komt de kukken thuis. Super zwaar beveiligd. Ja, je moet er wel met gasfles, met zuurstoffles naar binnen. Daar kom je met een tank niet binnen. Nee, maar die van ons loopt toch kolen, dus iedereen klaagt allemaal.
allemaal de kom van die mannen aanrijden met die grote bak vrachtwagenkolen. Ja, ja. Stank eraf. Oh, ja. Oh, oh, oh. Maar hij doet het nog steeds? Hij doet het nog steeds. Komt geen rook uit. Nou, wow. Dacht, op een gegeven moment was de site weer een beetje vlot aan het trekken. Was, in één keer zat er weer snelheid in. We snappen nog steeds niet hoe dat kan. Echt ongelooflijk. Dus we hebben weer functies. Jan de Porno-redacteur. Ja, dus we hebben weer een aantal functies aangezet. Maar we waren bang. Want die server die stonden in de ruimte waar heel veel andere servers staan en zo, noem maar op. En wij dachten van, oh shit, straks is die juist zo snel omdat die andere servers allemaal verhuisd zijn. En we zijn het enige ronkende apparaatje in heel die unit daar. Hoor. En dat wij de enige dikke kabel van 10 centimeter dik hebben om alle data doorheen te chasen. Maar als we schetsen onze verbazing, ook in die nieuwe unit, dat gaat gewoon vlot als diet. Nou, je hoeft niet dit te doen. Wat een feest meer. Daar hebben we een bliksem over opgetrokken. Ja, gewoon een blikje optrekken. Ja. Stek je er weer in, dan doet hij het ook. Ja. Het motto is, stek je eruit, stek je erin. Hé mannen, nou zit ik even na te denken. Zullen we nog even één plaat draaien? Ik vind het ook goed. Lekker. Voordat we nog een plaatje van hebben. Heb jij nog een plaatje, of niet? Nog een baas. Ja, we hebben nog een broes. Of hebben we nog een broes? We een broes. Feest in mijn verjaardag. Het is geweest. Nog een jaar, joh. Zou het luisteren? Zou het?